Beste kijkers, het is vrijdagmiddag 5 augustus, rond de klok van 4:30. Een mooi moment om samen even te kijken naar de AEX, DAX en BEL20 weekchart. Om vast te stellen hoe week 31 de boeken ingaat en wat we vervolgens komende week mogen verwachten. Laat ik met de AEX beginnen. SV Speak 7,27 op de borden. Met best wel een volatiele week als we kijken naar de candle aan zich. Met een redelijke streep op de zwarte candle, op de zwarte body moet ik zeggen. En een streepje eronder. Maar per saldo eindigen we denk ik toch met een hele kleine zwarte candle. Of misschien wel precies een doodsie candle. Waarbij openingskoers en slotkoers aan elkaar gelijk liggen. Dit alles nipt onder de rode weerstandstreep op 7,43 en waar ook nu de SMA-lijn in het veld ligt. En dat betekent dat we toch wat haarscheurtjes zien in de rebound, aarzelingen zo u wilt, een hapering. En het is de zere vraag of de bulls komende week nog door kunnen zetten naar die rode streep en mogelijk meer druk gaan zetten en zelfs het passeren van die twee lijnen. Dus 7,43 is wat dat betreft een cruciaal kantelpunt komende week voor het verdere verloop van de rebound. Nog anders gedefinieerd, keren of passeren voor de bulls. Topvorming bij 7,43 zal aanleiding zijn om de rebound af te romen en vervolgens de beren de gelegenheid te geven om toch weer naar lagere niveaus te gaan. Of als we de komende week met een witte candle boven 7,43 prikken, dan gaat de rebound over in een breakout beweging. Allemaal mooie woorden om aan te geven dat de bulls nog niet zijn verslagen, maar het wordt komende week super spannend. Drop of eronder voor de bulls bij 7,43. De DAX doet het wat dat betreft vergelijkbaar. Ik pak hem voor u bij. Een heel klein minnetje as we speak. 13.639. Daar hebben we nog wat iets meer ruimte voordat echt die SMA-lijn en de rode zone is bereikt. Wat dat betreft hebben de bulls daar nog wel een inhaalrace. Op dit moment geen reden om de uitstaande reboundposities te neutraliseren. We zien immers witte candles, de swingteller keurig in het blauw en ook de DPS die nog reboundposities rechtvaardigt. Dus hier is verder weinig aan toe te voegen. Slechts en alleen bij een zwarte candle komende week rond de huidige niveaus. Dat zou een lichte afzwakking van het sentiment betekenen. En dan tenslotte de BEL20. Die blijft enigszins wat achter. In de afgelopen paar dagen, paar weken moet ik zeggen, niet echt overtuigend een rebound situatie. En dat komt omdat de 3800 passage redelijk taai is. En het lukt vooralsnog niet, ook deze week niet, om daar doorheen te breken. En dus de rebound een vervolg te kunnen geven. Sterker nog, met deze voortgang verschijnt er een zwarte candle. Met mogelijk de swingteller op een min 1 standje. En u ziet hem daar staan, de blauwe DBS staaf. Dus wel degelijk oppassen voor aanstellende berendruk. Nog niet echt overtuigend om aan de shortkant in te stappen, want we zien op 3600 ruim wel weer wat steunvorming ontstaan. Dus wacht daar wellicht eventjes op. Eerder een wat neutrale positie. Even kijken vanaf de zijlijn wat de spelers van plan zijn. Onder ruim 3600 wel degelijk extra berendruk en boven 3800 nieuwe reboundkansen. Ik dank u voor uw aandacht, plezierig weekend en graag tot maandag.